simpel concept. Het is een scheurkalender, alleen hij is veel groter dan een normale kunstkalender of als een normale scheurkalender. Hij is namelijk bijna A3, dus hij weegt 3 kilo, hij is heel zwaar. En het is elke dag is er een werk van een Rotterdamse hedendaagse maker. Mijn favoriete werk in de kunstkalender van dit jaar is het werk van Mathilde Karrer. Wat ik heel mooi vind is dat het altijd een beetje mysterieuze beelden zijn. Ze werkt ook veel in opdracht en voor commerciële opdrachtgevers. En ze maakt ook heel veel eigen werk, maar er zit altijd iets duisters in. Dit is eigenlijk een foto van iemand die weer kijkt naar iets anders wat op een trein gespoten is. En, de manier waarop het gefotografeerd is eigenlijk alsof je er zelf bij bent en daarom is het heel tof.